Het is weer woensdag. Hoog tijd voor een nieuwe Raspberry Pi tutorial. Hey, what up guys? Marco hier en super tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe Raspberry Pi tutorial. In deze tutorial ga ik je uitleggen hoe jouw Raspberry Pi kan omzetten naar een webhost. En om je alvast wat verder op weg te helpen, gaan we hier ook nog eens WordPress op installeren. Dus kan je eigenlijk vrijwel direct aan de slag. Voordat we gaan beginnen wil ik je even vragen om even dat duimpje omhoog in te drukken. Laten we kijken of we de 200 likes minimaal kunnen gaan halen. Zou super dope zijn als dat gaat lukken. En dan gaan we gewoon lekker aan de slag. Weet je, als we gewoon de 200 likes gaan halen, doen we gewoon volgende week weer een Raspberry Pi tutorial. En waar het over moet gaan, kan je daar achterlaten in de poll. Dus breng even vooral je stem uit en dan gaan we aan de slag met deze tutorial. Oké, een Raspberry Pi is dus een heel erg mooi klein computertje die alles voor jou kan regelen. Een Raspberry Pi is ook zeker geschikt voor een webhost. Maar houd er wel rekening mee dat je moet gaan port forwarden als je jouw website voor het hele publiek beschikbaar wil gaan laten maken. Is dat veilig? Niet altijd. Daarom maken we dit gewoon even zo, zodat we dit gewoon intern kunnen hosten. Wat is daar nog zo handig aan? Stel je bent op school en je wil jouw website gewoon presenteren, dan kan dat gewoon heel simpel doen met een Raspberry Pi. Of als je gewoon een leuk knutselservertje wil hebben, dan is dat gewoon mogelijk. Genoeg gepraat, we gaan even switchen naar onze Raspberry Pi. Zoals je kan zien is dit hier Raspberry Pi Lite en we gaan alles ook met commando's doen. Waarom? Het is niet nodig om ook een desktop omgeving te gaan hebben. Wat elk commando is ga ik je natuurlijk uitleggen, maar laten we eerst gewoon simpelweg gaan beginnen met het inloggen op onze Raspberry Pi. Nou, zoals gewoonlijk is de gebruiksnaam Pi en is het wachtwoord Raspberry. Nou, wat we eerst gaan doen is even ervoor zorgen dat SSH aanstaat, want daarmee kunnen we onze Raspberry Pi ook op afstand gaan besturen. Dus wat we gaan doen is sudo raspi-config. En dan ziet het er best wel basic uit, maar hiermee kunnen we alles gaan instellen, waaronder ook bij nummertje 5 de interfacing options, want hier staat SSH. En die moeten we aanzetten. Dus druk op yes. En dan is SSH nu aan. Nu kunnen we eigenlijk op afstand gelijk gaan instellen en dat is ook een heel groot voordeel. We geven nog even een hostname, dus laten we dit maar even voor de gein webserver Pi. Gewoon heel simpel. Druk op oké en dan gaan we door en dan hebben we dit echt al grotendeels gedaan. Wat we nu gaan doen is we gaan hier naar finish en we drukken op enter. En dan wordt er gevraagd of we willen gaan opnieuw opstarten. Dat willen we ook gaan doen, dus dat gaan we dan ook zeker doen. Ik druk erop yes. En de Raspberry Pi wordt nu opnieuw opgestart. We gaan nu op zoek naar ons IP-adres en dat is eigenlijk heel erg eenvoudig. Het is een iets langer commando dan wat je gewend bent, want je kan ook een standaard commando gebruiken. Maar dan krijg je heel veel informatie. We gaan gewoon een lekker klein commandootje doen. En dat is in dit geval slash sbin slash ifconfig eth0. Wat houdt het mee in? Lees ifconfig en dan waarde @0. Wat is @0? Dat is als het ware jouw bekabelde netwerkverbinding. Wil je nou wifi gebruiken, dan vul je in plaats van eth, vul je dan WLAN in. Dus in dit geval doen we eth en dan zien we hier gelijk het IP-adres. Ik zie hier dat mijn IP-adres 192.168.178.103 is. Dus die kunnen we dan ook mooi gaan gebruiken. Dat is helemaal goed. Ik ga de Raspberry Pi loskoppelen. Ik ga die even ergens anders neerhangen. En dan gaan we vanaf afstand aan de slag op de Raspberry Pi. En doe het wel veilig, doe het wel shutdown now. Oh, sudo shutdown now. En dan wordt je Raspberry Pi afgesloten. De Raspberry Pi is gereed voor gebruik. We gaan nu aan de slag om een webhost te maken van onze Raspberry Pi. En dat gaan we dan ook doen. En daarvoor hebben we een heel handig tooltje voor, genaamd Putty. En Putty is, zoals je misschien al weet van de vorige tutorials, een heel handig tooltje om op afstand verbinding te kunnen maken met je Raspberry Pi. Dus wat we nu in dit geval gaan doen, is het IP-adres invullen van net. En dat is 192.168.178.103. Druk op enter en dan zien we hier een waarschuwing van hey, het is niet helemaal veilig. Nou, de Raspberry Pi, die heb ik net gekoppeld. Ik weet wat er in mijn netwerk hangt. Prima. Ik klik gewoon op yes en dan wordt er gevraagd hoe ik wil gaan inloggen. Nou, dat is heel simpel. Gebruik weer dezelfde loginnamen zoals net. Dus Pi en dan Raspberry. En dan zijn we nu ingelogd op de Raspberry Pi en dan kunnen we aan de slag met de allereerste officiële stap. We gaan gebruik maken van LAMP. Waar staat LAMP voor? LAMP staat voor Linux
Apache, MySQL en PHP. En dit zijn de benodigdheden om bijvoorbeeld WordPress goed te kunnen installeren. Deze tools vind je ook heel vaak op webhosts en is daarom ook heel handig dat we dit ook gelijk meenemen. Dus dat gaan we dan ook doen. We gaan eerst beginnen met Apache. Dat is als het ware de tweede stap. En wat we daarvoor gaan doen is het volgende invullen. We doen nu sudo apt-get install Apache 2. Om te voorkomen dat de installatie gaat falen zoals het net bij mij is gegaan, gaan we eerst even ons DNS-instelling aanpassen. Want mijn router vindt het niet zo leuk dat ik bepaalde requests ga sturen en die blokkeert het verkeer. Dat gaan we aanpassen. Wat we gaan doen is sudo nano slash etc slash resolve. Druk op tab, punt, tab. En dan krijgen we dit gelijk al in beeld. Druk op enter en dan zien we hier gelijk al een paar dingen die ingevuld zijn. Deze twee, die gaan we gewoon wissen. Want dat is de IPv6 en dat gaan we nu niet gebruiken. Dat is nu weg. Dit hier is de IPv4 variant van mijn DNS. Klinkt heel ingewikkeld, maar die gaan we ook niet gebruiken. We zetten daar een hashtag voor, want dan wordt het niet gelezen. Doe even spatie en dan is dit helemaal goed. We gaan één regel naar boven en geven nog even een enter. Doe weer name server. En dan vullen we hier 8.8.8.8 in. 8.8.8.8 is de standaard DNS van Google en deze die werkt eigenlijk 99% van de tijd. Dus we drukken even Ctrl X, willen we het opslaan? Dat willen we zeker. Druk op Enter. Done. Wat we nu gaan doen is weer het venster even leegmaken en dan zijn we gewoon weer terug bij af. En dan gaan we Apache opnieuw proberen installeren. Sudo apt-get install Apache 2. En die heeft hij gevonden, dus druk op Y. En dan gaat hij het even proberen te binnenhalen. En zoals je kan zien is de installatie nu voltooid. En dan kun je nu aan de slag. Laten we eens even kijken of Apache wel werkt. Dus ik pak even hier de meest gehate webbrowser op dit moment. En dat is Edge. Nou, op zich, het werkt goed. En ik heb hier mijn IP-adres ingevuld. En ik zie deze pagina. Even de verificatie, Ctrl F5. En dit laat hij gewoon zonder problemen. We hebben nu als het ware een basiswebsiteje. Deze kan HTML weergeven. Maar we gaan door naar de volgende stap. We gaan eerst de webpagina even weer helemaal leegmaken. Dus wat we gaan doen is clear invullen en dan zien we gewoon weer helemaal niks. Perfect. Wat we nu gaan doen is sudo apt-get install php5 en daarna libapache. Wacht even, even opnieuw. Libapache 2. Streepje mod, streepje php5 en we geven gewoon een min i. Wat doet die min i? Dan geeft hij automatisch al antwoord van, hey, wil je dit installeren? Dan hoef ik niet apart even in te vullen. Dus die wordt nu momenteel geïnstalleerd en het zal niet al te lang duren voordat dit klaar is. En dat is gedaan. Dus wat we nu gaan doen is een php bestand even gaan aanmaken. Want ik wil wel even weten, heeft hij dit wel goed geïnstalleerd? Wat we nu gaan doen is op zoek naar de html map waar alle webbestanden ook in staan. Die staat in cd var www.html. Nou, wil je weten wat hierin zit? Typ dan even ls en dan zien we hier dat alleen index.html er staat. Nou, dat is heel leuk, maar we gaan geen HTML bestand meer gebruiken. Dus we doen even sudo rm index.html. En iets verwijderd. Simpel. Sudo is geef als administrator rechten. Rm staat voor remove index.html. Dus dat heeft hij nu ook verwijderd. En doe dan ls, dan zie je dat hij gewoon simpelweg leeg is. Wat we nu gaan doen is sudo nano. En dan doen we index.php. Nou, dan krijgen we nu hier een leeg venster. En dan kunnen we hier alvast wat gaan typen. Nou, dan heb ik alvast even iets heel leuks in de beschrijving neergezet. Dat is een haakje openen. PHP. Echo. Hello world. En dan doen we even een punt, comma, vraagteken, sluit. Klinkt misschien heel ingewikkeld, maar je kan het gewoon heel simpel overtypen vanuit de beschrijving. En als je dat eenmaal gedaan hebt, druk je op Ctrl X, je drukt op Y, drukt op Enter. En dan gaan we even terug naar de webbrowser. Dan gaan we weer terug naar 192.168.178.103 en dan zien we hier Hello World. PHP doet het. En dat is helemaal mooi. Maar dit bestand gaan we ook niet nodig hebben, dus doen we weer sudo rm index.php. En die map is weer leeg. We hebben Apache erop staan. We hebben PHP erop staan. We gaan nu aan de slag met MySQL. En hiervoor gaan we natuurlijk ook weer even dit helemaal leegmaken. Wat doet MySQL? MySQL is een databasebeheerder. Stel, je maakt een bericht. Dat slaat hij dan op in een database. En met PHP kan hij als het ware variabele inhoud dan ook inladen. Stel, jij hebt een artikel geschreven van
ik ben gisteren naar Zandvoort geweest, ik heb dit en dit gedaan. In plaats van dat je die hele lap tekst hebt, kan je met PHP dan automatisch inhoud binnenladen zonder dat het al te veel moeite kost. En dat scheelt natuurlijk ook weer, want anders moet je per bestand weer gaan aanpassen en dat schiet ook weer niet op. Dus daarom gaan we nu ook aan de slag met MySQL, want dit moet natuurlijk ook gedaan worden. Wat we nu gaan doen is best wel lange code invullen. Sudo apt-get install, hou je het nog bij, MySQL-server en doen we PHP 5 MySQL-y. Nou, hiermee wordt MySQL ook geïnstalleerd en zoals je kan zien wordt er nu gevraagd om een wachtwoord. Kies wel een veilig wachtwoord. Nou, voor nu doe ik het niet zo heel veilig. Ik doe gewoon een wachtwoord die ik heel vaak gebruik voor projecten. Oh. En dat wordt nu allemaal binnengeladen. En MySQL is nu momenteel geïnstalleerd. We gaan nog één commando invoeren en dan zijn we helemaal klaar voor gebruik. Sudo service Apache 2 restart. En hiermee herstarten we Apache 2, of beter gezegd onze webserver. En dan kunnen we nu echt aan de slag. Oké, voor nu zijn we eigenlijk grotendeels klaar met het inrichten van onze webserver. Maar ik wil jou ook gelijk verder helpen door gelijk ook iets gemakkelijks te gaan installeren. Dat doen we door middel van een CMS. En een CMS, een Content Management System, is heel erg handig als je bijvoorbeeld een website wil gaan bouwen. Denk bijvoorbeeld aan WordPress, Drupal of Joomla. Dat zijn een paar hele grote CMS-systemen momenteel op de markt. WordPress is op dit moment ook een van de populairste, dus die ga ik hier dan ook op installeren. Wil je iets anders installeren, dan is dat natuurlijk mogelijk, maar dit is nu even voor WordPress. Oké, wat we gaan doen is we maken eerst weer dit venster even helemaal leeg. Clear. Done. Nou, we zijn momenteel in /var/www/html en dat is ook heel belangrijk. We gaan er eerst voor zorgen dat we even alles gaan verwijderen. Dus wat we dan doen is sudo rm en dan een sterretje. Een sterretje staat voor alle bestanden die erin staan en dat willen we dan ook. De map is bij mij al leeg, dus dat scheelt natuurlijk ook weer. En nu gaan we WordPress ook installeren. Dit doen we met sudo wget http /wordpress.org/latest.tar.gz. Dus ik druk hierop enter en dan wordt het bestand gedownload. En het zal niet al te lang duren. Zoals je kan zien, hij is eigenlijk nu op dit moment al klaar. Super makkelijk. En dan gaan we door naar de volgende stap. Oké, wat we nu gaan doen is dit bestand ook uitpakken. Sudo tar. En doen we xzf latest.tar.gz. Hoe krijg ik dit in één keer zo ingevuld? Druk even op tab en dan vult het automatisch aan. En druk op enter. En wordt hij, nou sterker nog, is hij nu uitgepakt. Dus kunnen we daarmee aan de slag. Sudo move, of beter gezegd mv WordPress. En dan een slash. En dan doen we een sterretje spatie punt. Alles is nu verplaatst naar een map WordPress. Dus dat is ook heel handig. Wat we nu gaan doen is sudo rm rf, met een minnetje ervoor, WordPress latest.tar.gz. Die is nu verwijderd. Dan doen we even ls en dan zien we hier dat er heel veel bestanden staan die WordPress ook nodig gaat hebben voor zijn installatie. De map is nu eigenlijk zo goed als gereed, dus dat scheelt ook ontzettend. Dus we gaan ook gelijk verder. Maar voordat we het gaan doen, moeten we eerst even Apache de eigenaar maken van deze map. Want nu heeft de gebruiker root toegang tot deze map, of wezenlijk de rechten van deze map, en dat willen we niet. Root is als het ware net zoiets als administrator, maar dan nog meer rechten. En dat willen we niet. Dus we gaan in dit geval even sudo shown min r met een hoofdletter www-data. Doe even een dubbele punt en hierachter nog een punt. Done. That's it. Nu heeft op dit moment www.data de rechten en kunnen wij aan de slag met de installatie van WordPress. We gaan dit weer even leeghalen en we gaan een database aanmaken. En dat is natuurlijk ook nodig, want anders gaat WordPress niet werken. Dus wat we nu gaan doen is in dit geval MySQL min u. En daar komt hier dus de gebruikersnaam. Dus dit was in dit geval root. En druk op... Oh. En doen we min p. Dan wordt hier gevraagd om een wachtwoord. Want normaal vul je een wachtwoord na min p. Maar wil je het veiliger, doe je gewoon min p. En dan vul je hier het wachtwoord wat je net hebt ingevuld. En dan zijn we nu in de MySQL database. Dit wordt nu eigenlijk heel erg simpel. Create database WordPress.com. That's it.
Zo simpel is het. We hebben nu gewoon een database aangemaakt voor WordPress. Dus we kunnen hier eigenlijk gelijk al mee aan de slag. Druk op Ctrl-D en we zijn nu weer uit MySQL. We gaan dit venster weer leeghalen en we gaan dit venster even minimaliseren. En we gaan terug naar onze webbrowser. We gaan in dit geval weer even Edge openen. Gewoon simpelweg, omdat het kan. Je kan natuurlijk ook Chrome gebruiken of Firefox of whatever. In dit geval gaan we naar 192.168.178.103. Ongetwijfeld heb jij een ander IP-adres, maar dat heb je begin van het tutorial al weten te vinden. Dus vul jouw IP-adres dan ook in. Ik vul dit in. En nu is het spannend. En we zien hier het logo van WordPress. Perfect. Nou, je kan zeggen ik wil het in zijn Engels, maar je kan ook bijvoorbeeld zeggen ik wil het in zijn, waar sta je, in zijn Nederlands of zelfs Nederlands-België of Nederlands formeel. Formeel wil dus zeggen dat in plaats van jij staat er u en wat luxe geworden. Ik heb zoiets van ik pak gewoon lekker op zijn Engels. Continue. En dan moeten we deze gegevens allemaal erbij gaan pakken. Dus klik hier op Let's Go. En de database name is inderdaad WordPress. De username is in dit geval nog steeds root. Het wachtwoord, ja, nu komt hij wel in beeld. Vergeet niet, dit is het wachtwoord die je bij de installatie van MySQL hebt gebruikt voor jouw MySQL database. Nou ja, ik had welkom 123 gebruikt. Dus ja, zodoende. Database is localhost, is prima. En we klikken hier op submit. Maakt hij verbinding met de database? Dat is altijd heel spannend. Nou, oké. Edge had er dus niet al te veel zin in. Database naam WordPress. Username root. Welkom 123. En voor de rest klopt het allemaal. Ik klik weer op submit. En nu doet hij het wel gewoon in één keer. Ja, blame Edge. Ik klik op run de install. En dan wordt de installatie nu gestart. Laat gewoon even een hele leuke naam bedenken. Autowinkel. Gewoon lekker simpel. Username, nou doen we in dit geval gewoon even Marco. En dan kan je hier gewoon een wachtwoord gelijk genereren. Ik heb LastPass geïnstalleerd, dus hij zegt gelijk van ja, je kan hem aanpassen. Ik ga jou even verbergen en vul ik gewoon even een heel ander wachtwoord in. Hetzelfde wachtwoord als net. Maakt op zich niet zo heel veel uit dat jullie dit weten, want dit wachtwoord gebruik ik niet in het openbaar. Nou, is goed. Vul even een e-mail in. example@example.com, prima. En wil dat die ook gevonden wordt door onder andere Google? Zo ja, zet dat vinkje aan. Maar we gebruiken het intern, dus dit vinkje laat ik gewoon lekker uit. Nee, die moet ik aanzetten, want daarmee voorkomen we juist dat die gezocht wordt. Install WordPress. En dan wordt WordPress nu geïnstalleerd. En dat is nu gedaan. Ik klik erop login. Ik vul hier nu de inloggegevens in. En dan hebben wij hier nu gewoon WordPress geïnstalleerd op de website. Super tof. Maar er is nog één klein dingetje wat we nog moeten gaan doen. We moeten nog even de links aanpassen. Dus wat we gaan doen is, we gaan hier naar Settings. Permalinks. En dan veranderen we even dit helemaal naar iets anders. We hebben hier postname. We doen de postname. Klik op Save Changes. En nu pakt hij gewoon de titel van jouw blog. En die neemt hij dan mee in de link. Oké, dat is nu gedaan, maar we moeten nu even weer terug naar de Raspberry Pi, want we moeten nog een paar dingetjes instellen. Want we moeten wel even doorgeven dat WordPress ook dingen mag gaan schrijven. Want doe je dat niet, dan gaan jouw wijzigingen verloren en dan kan je weer helemaal opnieuw beginnen. Wat we nu gaan doen is sudo a2nmod rewrite. Dat is gedaan. Nu moet alleen Apache nog even opnieuw opgestart worden. Maar dat doen we nog niet. We gaan eerst sudo nano en slash etc slash apache 2 slash sites available en dan slash 000 default.config. Nou, wat we gaan doen is achter deze lijn, dus eigenlijk bij deze lijn, gaan we even iets toevoegen. En dat is in dit geval directory, een dubbele quote. Een schuine streep. Wat wordt lastig, joh. En doe var www.html. Doe nog even nog een dubbele quote. Een haakje sluiten. En dan doen we nog even een enter. Wat we nu gaan doen is allow override all. En doe weer even een haakje sluiten. Een haakje openen. Een slash directory. En dan doen we even die. Moet wel goed doen. En dan druk ik op enter en dan is dit voor de rest eigenlijk prima. Wat we nu gaan doen is Ctrl-X, druk op yes. That's it. Nu gaan we Apache opnieuw opstarten. Sudo service Apache 2 restart. En die service is nu opnieuw opgestart.
Dus dit is hoe je een webhost maakt met een Raspberry Pi en dan uiteindelijk ook WordPress erop installeert, zodat je er gelijk mee aan de slag kan. Vond je dit een nuttige tutorial? Laat me even weten in de reactie hier beneden en doe ook even dat duimpje omhoog. Ik ben er wel heel benieuwd naar. Vonden jullie dit fijn dat ik er even wat dieper om ben gegaan? Of heb je precies van, skip the crap. Ga gewoon door, gewoon heel simpel recht toe recht aan. Laat mij gewoon even weten. En je kan het zelfs nog even achterlaten in de poll of je deze tutorial makkelijk of moeilijk vond. Ik ben er wel benieuwd naar. Heb je nog vragen over deze tutorial of lukt er iets niet? Laat even weten in de reactie beneden. En dan probeer ik ook zo snel mogelijk antwoord te geven op jouw vraag. Dus ga ermee lekker aan de slag. Volgende week woensdag komt er weer een nieuwe Raspberry Pi tutorial video online. En ja, ik wil je bedanken voor het kijken in deze video. Vergeet ons vooral niet te volgen op al onze social media. Ga naar Twitter, Instagram en op Facebook. Daar zijn we op actief. En als er iets is met bijvoorbeeld video's zoals een paar kapotte harde schijven. Ja, dat was hier gebeurd. Volg ons daar gewoon even. Dan ben je gelijk up-to-date. En dat is natuurlijk wel zo handig. Ik wil je bedanken voor het kijken in deze video. En zoals altijd zeg ik, tot ziens.